Er moet een spoorlijn komen tussen Groningen en Lelystad. De zogeheten Lelylijn. Dat zegt de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD. Vorige week zei staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven dat er een onderzoek komt naar een hoogwaardige busverbinding tussen beide steden met als tussenstops Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Een trein is volgens haar te duur. De JOVD is het daar totaal niet mee eens. Het slaat helemaal nergens op. Volgens mij heeft de staatssecretaris zelf nog nooit in een bus vanaf Groningen naar Amsterdam gezeten. Dan helemaal niet in de trein van Groningen naar Amsterdam. Maar het gaat gewoon ontzettend lang duren. De ring staat helemaal vast rondom de spits. In Amsterdam staat het helemaal vast rondom de spits. Als je hier ook nog eens een bus waar 80 personen in kunnen gaat laten rijden. Dan staat het ten eerste nog vaster. En ten tweede is het ook niet sneller voor de mensen die in de bus zitten. Een treinreis van Groningen naar Amsterdam duurt nu ongeveer 2 uur en 20 minuten, waarbij een overstap noodzakelijk is. Met de Lelylijn zou de reis een uur korter duren. Volgens de staatssecretaris zijn de kosten, 4 miljard euro, te duur. Maar volgens Heijner is dat geen argument. In Amsterdam is een Noord-Zuidlijn aangelegd, dat heeft 3 miljard gekost. 3 miljard euro voor 10 kilometer spoor. Dit zou 4 miljard kosten, maar dan heb je wel 100 kilometer spoor. Voor een heel groot gedeelte van het land, het noorden, dat echt wordt vergeten. Er is ontzettend veel gas geboord natuurlijk in het noorden. Wat daarmee gebeurd is, al dat geld is allemaal naar de Randstad gegaan. Wij vragen nu, geef eindelijk een keer wat terug aan het noorden. Bus ligt er dus, heb je nog vertrouwen in dat het ooit een Lelylijn gaat worden? Daar heb ik zeker vertrouwen in. Ik denk echt dat het gaat gebeuren. Ik geloof erin dat de bus heel snel van de baan afgaat. Want het gaat hem gewoon niet worden. Ik kan me ook niet voorstellen dat er politieke steun voor is. En ik denk dat uiteindelijk de Lelylijn er gewoon gaat komen. Wanneer is de vraag, maar hij gaat hoe dan ook komen.